Drijsma Dynamo tegen Focasa tot slot. Drijsma Dynamo wist Europees door de week nog knap een set van de koploper van Turkije af te snoepen tegen het Fenerbahçe uit Istanbul. In de vaderlandse competitie zet Dynamo dat uitstekend door. Michael van Zij zorgt voor het eerste setpoint. Casabrama serve, goed neergelegd door Job Wilts. Maar daar opnieuw, Van Zijst, dit keer met het killblok op Scholten, 1-0 voor Dynamo. En het zou geen samenvatting zijn zonder weer een opmerkelijk moment in Omnisport. Hier wil Focasa wisselen, dus Harnisch mag er naar de zijkant. Maar de eerste scheidsrechter had al gefloten, dus Van der Schaaf serveert snel. Blom vangt de verrassing nog knap op en tussen alle chaos door weet Focasa alsnog te scoren. Drijsma Dynamo is verbaasd dat het geen opstellingsfout is, maar de kenners die het beeld stil willen zetten zien dat de opstelling nog steeds klopt. Dynamo loopt nog steeds aan kop. Prachtig setup van Solkema met één hand. Nu wordt verdedigd bij Focasa. Kans weer voor Dynamo. Opnieuw naar Abraham en die scoort hij. 2-0 voor Dynamo. Ook set 3 is Dynamo dominant. Overpaas na een serve van Thijhuis afgemaakt door Solkema. En op matchpoint is het Stijn de Ruiter die tegen zijn voormalig team fout serveert. En daarmee wordt het 3-0 voor Dynamo. En kunnen de Apeldoorners zich voorbereiden op de Europese return in Turkije. Lycurgus en SSS kwamen dit weekend niet in actie. Dit was de laatste competitieronde van 2023. Volgende week zaterdag op 23 december is er een bekerronde. 7 eredivisieteams komen nog in actie in de achtste finale van de beker, waarin er heel veel kan gaan gebeuren.